Oogstfeest in Loenen had bijzondere vierling in de wei. Parkeergarage Brinklaan nog steeds dicht na noodweer. Actie Heel Apeldoorn Rijn nog niet echt ingeburgerd. Dit is het weekoverzicht van RTV Apeldoorn Nieuws. Natuurmonumenten organiseerden afgelopen zondag op de Grote Mollekolk in Loenen het oogstfeest. Daar was onder andere te zien hoe vroeger de oogst werd binnengehaald, oude landbouwmachines en hoe in de late 18e eeuw een boomstam werd vervoerd. Deze kar kent het hefboomprincipe en met heel veel mankracht wordt de boomstam van de grond getild om uiteindelijk middels paardenkracht te worden vervoerd. Het oogstfeest in Loenen kende dit jaar wel een heel bijzondere attractie. De rundervierling van het bedreigde brandrodenras. De vierling met de moeder Hilda hadden een prominente plek op het weiland gekregen. Eigenaar van dit bijzondere runderras is de trotse Piet Mulders. Een beetje trots? Apetrots, mag ik rustig weten. Apetrots. Wat wilt u met het ras brandrood? Waarom gaat u een koe houden als Hilda? Nou, het ras brandrood werd bedreigd met uitsterven. En bij mij achter het huis werd een stuk nieuwe natuur ingericht. Dat kwam in handen van Natuurmonumenten. Ik heb een praatje gemaakt met die mensen. En ik ben altijd gek geweest op hobbyvee. En toen kwam het idee, werd geboren om koeien gaan te houden. En aangezien Natuurmonumenten de brandrode wou redden van de ondergang, heb ik daar ook hopelijk mijn steentje aan bijgedragen. Ik heb 8 zoogkoeien rondom het huis lopen. En ja, het is voor mij, als ik daar kom, is het gewoon ontspanning. Alles valt van me af en ik ben een en al met de koe bezig. Wist u dat Hilda 4 kalveren droeg? Nee, absoluut niet. We hebben nog 14 dagen voordat ze kalfde, hebben we nog met goede kennis bij de koeien gekeken. En toen zeiden we tegen elkaar, die Hilda is wel zwaar, er zou wel een zware stier op zitten. Omdat ik wist, die stier die ik toen gebruikte, die fokte zwaar kalfjes. Nou ja, een vierling is nooit bij me opgekomen. Maar zoals ik zei, met mijn kennis hebben we het er wel over gehad. Misschien zijn het er wel 2. Ik zei, nou, ik zeg, ene grote gaat er moeilijker uit als 2 kleintjes. Maar ja, toen kwamen er 4 aan. Geloof me of niet, de wereld verandert helemaal. Hoe kwamen jullie erachter? Nou, ik ben 's morgens om 5 uur ben ik bij de stal geweest. En toen zag ik aan de koe dat ze ging kalven. Toen heb ik vlug oude kleren aangedaan. Ik kom terug. En toen lag er een heel piepklein kalfje lag erbij. Ik had gekeken wat het was. Het was een vaarskalfje. En de koe gaat liggen en weer werken. Ik denk, ja, er komen er beslist 2. Maar het duurde te lang. Toen ben ik erop gaan voelen. En toen voelde ik een hoofd met 2 voorpoten. Ik voelde ook een kontje met de staart en maar 1 achterpoot. En omdat ik met verlossen van koeien niet zoveel ervaring heb, heb ik bij mijn eigen gedacht, ik krijg er 3, niet zelf gaan liggen doen, eigenwijs zijn. De veearts, die is het tenslotte voor. Dus de veearts gebeld, mijn spoed laten komen, hij was er mee. Ik moest mijn verhaaltje doen. Hij zegt, ja, dan krijg je er 3. Ik zeg, ja, zover was ik ook al. Toen is je begonnen aan de verlossing. Die ene die goed lag, ja, die was er in no time uit, die leefde nog. De tweede duurde iets langer, omdat hij dan die ene poot helemaal terug moet halen. En die kwam eruit en mee dat hij uit de moeder kwam. Het laatst komt dan het kopje en dan liet hij gelijk vallen. Dus ik denk, ja, die is dood. Ik denk, potverdorie. De veearts en ik, we leggen hem op de grond in strooi. En hij begint achter elkaar met de middelen die hij heeft leven in te wekken. En potjandorie, dat lukte. Op een gegeven moment zie ik hem in zijn kopje gooien. Nou, dus 3 levende kalfjes. Toen zeg ik tegen hem, ik zeg, dan maak ik vlug de koe los, dan kan ze erop likken. Kan ze ze mooi droog likken, dat is goed voor de bloedsomloop, et cetera, et cetera. Nee, Piet, zegt hij, ik eens wachten, want ik heb geleerd op de universiteit de baarmoeder en de nageboorte controleren. Dus hij gaat weer in de koe. Toen zegt hij, Piet, kom eens, want er komt er nog eentje. Ik zeg, Marcel, je staat te jokken. Kom nou vlug, zit hij, pak hem eens mee aan. Die komt eruit en ja, ook meer dood als levend. Die legt hij op de grond neer. Hetzelfde gedaan als met 3e kalfje. En potjandorie, hij kwam ook tot leven. Ja, en dan gebeurt er iets mee. Ja, dat kun je niet omschrijven. Dat moet je meemaken, dat kun je gewoon niet omschrijven. Het lijkt wel of je een trotse vader bent, ja, bijna.
Maar omdat ik zo graag met die koeien omga en het zijn voor mij zulke makke beesten. Nou ja, het is gewoon mijn hobby, eerlijk waar. Moeder Hilda en haar vier kinderen zijn weer terug naar hun vertrouwde plek in Haren. Het oogstfeest werd, mede door het mooie weer, druk bezocht. Het aantal aanmeldingen voor de politieacademie in Apeldoorn is behoorlijk minder dan voorgaande jaren. Mocht de academie in de afgelopen 9 jaar gemiddeld 2000 studenten nog verwelkomen, nu zijn dat er nog maar 349. De daling heeft, volgens de politiewoordvoerder, te maken met de reorganisatie bij de politie en dat er sinds 2013 alle korpsen tot één nationale politie is teruggebracht. Daardoor wordt er nu gekeken wie er welke functie in de toekomst gaat krijgen. In het verleden waren ook veel agenten die op de academie werden bijgeschoold. Door de bezuinigingen van ruim 100 miljoen euro per jaar kan de academie ook minder bijscholing voor agenten geven. Hierdoor komt het politiewerk in gevaar en kan dat leiden tot procedurefouten, aldus de vakbondvoorzitter Gerrit van den Kamp. De voetbalvereniging WWNA uit Wenum-Wiesel mag van het college van BMW in Apeldoorn de grasmat vervangen voor kunstgras. Daarvoor gaat de gemeente akkoord voor een renteloze lening aan de voetbalvereniging. Medio augustus gaat WWNA van start met de aanleg van het kunstgrasveld. Op dit moment helpen ongeveer 100 vrijwilligers van de club mee aan de verbouwing van de keuken in het clubhuis en het opknappen van de buitenboel. Als alles volgens planning verloopt, zal medio oktober de realisatie van het kunstgrasveld en de eerste fase van de herinrichting van Sportpark Wiesel een feit zijn. Het weerbericht dat in het nieuwsprogramma op tv te zien was, komt voortaan na de nieuwsuitzending apart in beeld. Ook is de outlook veranderd. Voortaan komen 3 dagen apart in beeld met daarbij een korte tekst. Kijkers vonden het overzicht te klein en ook de tekst ernaast was voor velen niet goed leesbaar. Met het aanpassen van de weerkaart en de tekst heeft de kijker nu een beter weeroverzicht gekregen. Het korte maar hevige noodweer dat maandag 28 juli over Apeldoorn trok, heeft op tal van plaatsen tot wateroverlast geleid. Deze heftige buien zullen we vaker gaan krijgen, volgens de meteorologen. Het klimaat verandert. Er komt dus vaker wateroverlast. Er komt dus ook vaker een waarschuwing, code oranje, code geel. Doet de gemeente daar dan ook al wat? Preventief zijn we natuurlijk bezig om de wateroverlast te beperken. Door maatregelen zoals het boven grond springen van de grift. Zoals zoveel mogelijk afkoppelen van hemelwater op de riolen. Een project wat wij al jaren doen en waar wij hopen dat ook de burgers aan meewerken. Wij proberen ook te voorkomen dat te veel tuinen bestraat worden, want dat water komt ook allemaal in het riool terecht. Wij proberen om de afvoer van water zo soepel mogelijk te laten lopen. Maar als u zegt, komt er een crisisteam bijeen zo gauw de code oranje is? Nee, niet van tevoren, niet preventief. Maar ik kan u verzekeren, mocht er een crisis uitbreken, is binnen het half uur is een crisisteam volledig operationeel in het stadhuis. De wateroverlast was op de meeste plaatsen snel verholpen, maar niet bij de parkeergarage aan de Brinklaan, die sinds vorige week maandagmiddag nog steeds gesloten is. Nou hebben we toch wel wat overlast gehad bij het Activerium, het stadhuis en hier ook aan de Brinklaan garage. Het meeste is opgelost volgens mij, maar de Brinklaan garage nog even niet. Wat is hier misgegaan? Nou, er zijn ook 2 verschillende oorzaken. Bij het Activerium en het stadhuis kwam het opborrelen door het riool. Ja, dat is heel erg vervelend, want je krijgt dan ontlasting die door de keuken drijft. Nou, dat is niet fijn. Hier was er een ander probleem. Hier is water binnengekomen door een nieuw aangelegde leiding, waardoor de stroom uitviel en de pomp het niet meer aankonden. Dit is dus een probleem wat ontstond omdat we geen stroom hadden. Anders hadden we dit hemelwater hier keurig weg kunnen pompen. We kijken op dit moment hoe dit heeft kunnen gebeuren, wie het gedaan heeft. En we gaan het zeker voor de toekomst oplossen. Via een pijp kwam het regenwater in de technische ruimte van de parkeergarage terecht. Daardoor viel de stroom uit en kwam de parkeergarage blank te staan. Het herstellen van de wateroverlast en het vervangen van de apparatuur bleek veel tijd in beslag te nemen. De schade wordt geschat op 150.000 euro. Daar komt straks ook nog de misgelopen exploitatiekosten bij.
dan is er ook sprake van schade waarschijnlijk. Voor wie is die? Voor de gemeente? Wij proberen natuurlijk de schade, zo gauw die door iemand anders veroorzaakt is, ook daar te verhalen. We zijn op dit moment bezig om te kijken waar en hoe wij de schades kunnen verhalen. Nou zag ik gisteren op het journaal een parkeergarage, een nieuwe. 1200 auto's konden erin, maar er kon ook 10 miljoen liter water in. Zijn dat nog suggesties waar Apeldoorn over denkt? Wij raken alleen in paniek als we hier 10 centimeter water in de parkeergarage aan de Brinklaan hebben staan. Ik zou er niet graag een binnenzwembad van willen maken. Wij hebben gekozen voor de Grift, onze vijvers en het kanaal en niet voor parkeergarages onder te laten lopen. In de loop van de volgende week zal de parkeergarage aan de Brinklaan weer open gaan. Het familiepretpark Julianentoren heeft gisteren een record aantal bezoekers gehad. Niet eerder waren er zoveel mensen naar het attractiepark gekomen. Dat gaf parkeerproblemen, omdat ook de Apenheul veel bezoekers kreeg te verwerken. Er werd een straat deels afgesloten om het parkeeraanbod het hoofd te bieden. Ook reed de pendelbus vaker om de stroom bezoekers te vervoeren. Het mooie weer en de verbouwing van het pretpark afgelopen winter hebben bijgedragen aan de grote bezoekersaantallen, volgens een woordvoerder van de Julianatoren. De zilverrug gorilla Jumbo van de Apenheul heeft een kniewond opgelopen toen hij werd gebeten door een andere apensoort. De wond geneest goed, maar de stoere gorilla van ruim 200 kilo gedraagt zich als een klein zielig aapje. Dit tot grote hilariteit van het publiek. Jumbo is de gorilla-leider, maar laat zijn taken als leider nu liggen. Hij hinkt alsof hij zijn poot heeft gebroken en zit urenlang zielig om zich heen te kijken. De vrouwtjesgorilla's laten hun leider lekker zielig zijn en besteden weinig aandacht aan zijn meelijwekkende gedrag. De kniewond zal zeker genezen, is de verwachting. Tot die tijd kunnen kinderen een stoerdoentocht maken door het park. Het was vroeger de normaalste zaak om de stoep voor het huis schoon te maken. Dat werd zeker wekelijks gedaan. Dat is al lang niet meer zo. Veel mensen vinden dat dat een taak van de gemeente is. De actie Heel Apeldoorn Rijn is vorig jaar in het leven geroepen om de bewoners weer bewust te maken dat ook zij de straat schoon kunnen houden. De gemeente helpt zeker mee door het verstrekken van allerhande materialen om stoep en straat weer schoon te krijgen. Apeldoorn helemaal schoon, maar dat zou je niet lukken. Maar wat is het streven? Nou, het streven is dat mensen in ieder geval zich heel erg bewust zijn dat ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan het schoonhouden van die openbare ruimte. Soms bij sommige mensen sluipt het erin dat ze heel ongeacht dingen weggooien en zo. Nou, een stukje bewustwording, daar is het al om begonnen. Maar daarnaast willen we ook graag dat mensen ook zelf de handen uit de mouwen steken om de spullen ook op te ruimen. En dat is niet alleen het zwerfvuil, maar het is veel breder. Apeldoorn Rijn is ook een bladcampagne, groen onderhoed. Zwerfvuil hebben we al gezegd. Vuurwerk, dat is een vuurwerk opruimen. De honden? No shit campagne die loopt nu. Al die borden langs de weg, heel veel Apeldoorners zullen dat wel kennen. No shit, dus opruimen van de hondenpoep. Dat is in ieder geval iets wat nu is. En dan onderdeel daarvan, dus we hebben nu, je ziet hem op de achtergrond, een aanhanger, het Rijntje. En die aanhanger die stellen we beschikbaar vanuit de gemeente voor mensen om hun eigen omgeving ook op te knappen. In de aanhanger zitten onder andere snoeischaren, prikstokken, bezems en harken. Maar ook handschoenen, veiligheidshesjes en zelfs een verbandtrommel zijn in de aanhanger te vinden. Stel dat ik die aanhanger wil lenen of huren, of hoe werkt dat? Is het lenen of huren? Het is lenen. Het is gewoon wat gratis beschikbaar gesteld aan burgers. Niet aan bedrijven, dat is logisch. Aan burgers. En die kunnen gewoon contact opnemen met de gemeente. Dat kan via Facebook, maar dat kan ook via het telefoonnummer. En dan wordt dat in de planning gezet. En die aanhanger die wordt op de plek ook gebracht door de betreffende wijkbeheerder. En er worden ook afspraken gemaakt met de bewoners. Wat gaan jullie doen? Wat willen jullie doen? De wijkbeheerder wijst ze even op gevaren. Als ze in de groen bezig zijn met flora- en fauna-wetgeving. En nou, de volgende dag of de twee dagen daarna wordt de aanhanger opgehaald. En het afval wordt meegenomen door de gemeente. Dat wou ik nog even vragen. Wat gebeurt er dan met het afval? Maar dat voeren jullie ook af. Wij af, ja. Want het is gewoon een stukje netuitsonderhoud van die openbare ruimte. En uiteraard voeren wij dan de rommel af. En het is geweldig dat de mensen gewoon zo betrokken zijn bij die omgeving om dat zelf extra schoon te maken.
De aanhanger lenen kan via het telefoonnummer 055-5805-411 of per mail naar rijn@apeldoorn.nl. De schoonmaakactie Heel Apeldoorn Rijn blijft de komende jaren van kracht. Vrouwen die in het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn gaan bevallen, kunnen nu zelf hun pijn bestrijden. Met de nieuwe methode kunnen vrouwen tijdens de weeën en de bevalling via een infuuspompje de pijnbestrijding zelf regelen. Het infuus bevat een morfine-achtige medicijn dat bij gebruik nooit te veel in het lichaam inpompt. Hiermee lijkt de ruggenprik verleden tijd, maar niet alle vrouwen kunnen gebruik maken van deze nieuwe methode. Ook in het Gelre ziekenhuis in Zutphen zal straks de zelfpijnbestrijdingsinfuus voor vrouwen die gaan bevallen ingezet worden. Op 25 september wordt een nieuw monument onthuld ter nagedachtenis aan de grote evacuatie na de slag om Arnhem in september 1944. Meer dan 150.000 mensen moesten weg uit Arnhem en werden veelal naar Apeldoorn en omgeving geëvacueerd. Het nieuwe monument komt in Beekbergen te staan en wordt ongeveer 4 meter hoog en krijgt een boomafbeelding. Het initiatief komt van de Apeldoornse stichting Evacuatie 4445. Het nieuwe stationsgebouw in Lieren, Beekbergen van de Veluwse Stoomtreinmaatschappij heeft een slordige €40.000 gekost. Het nieuwe gebouw staat tegenover het oude stationsgebouw dat uit 1888 dateert. De investering heeft zeker vruchten afgeworpen volgens Thijs Geurts, directeur van de VSM. Er is sprake van een toenemende belangstelling voor het levende spoorwegmuseum en dienstgebouwen. De belangstelling beperkt zich niet alleen tot het toerisme, maar ook bedrijven, zowel nationaal als internationaal, komen steeds vaker naar de VSM-locaties toe.